Rechts? Kan ook zwanger zitten. Ja. Oh, nee joh. Ja, maar aan je de bal niet. Nou ja joh, nou, blijf gewoon zitten. Blijf gewoon lekker zitten. Ik zou het ons kunnen horen. Kunnen jullie mij horen? Doe. Hoi Anja. Alles goed. Nou. Ja, kom maar. Je mag maar meedoen, jij. Kom. Kan je wel even opkomen. Maar ik weet niet of ze mij kunnen horen. Ik denk het wel. Ik vraag ze alles wel in. Dat is de dokter. Ze kennen jullie waarschijnlijk niet, maar die is hartstikke gek. Hartstikke nieuwsgierig. Die komt uit Brabant. Daar krijg je dat. Gespecialiseerd in corona. Corona specialist. Ook wel boa-bitch genoemd. Oh, heerlijk. Nou, ik denk dat ze mij wel kunnen horen eigenlijk. Komen er al wat vragen binnen? Ja, ik had net een vraag volgens mij. Oh ja, we horen u. Oh, heeft geen u te zeggen hoor, maar het is wel heel lief. Wat vond je de mooiste goal tegen Estland? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ze waren allemaal redelijk hetzelfde. Ik vond het wel heel leuk dat Katja en Aniek hadden gescoord. Volgens mij waren dat hun eerste interland goals. Dus dan zijn ze sowieso mooi en speciaal. Dus kom maar door met vragen. Anders heb ik hier een briefje hoor, die kunnen we ook af. Hoe lang moet ik dit eigenlijk doen? Oh, wow. We gaan 10 minuutjes en dan komt er. Nou, jullie hebben nog 8 minuten. Vind je dat je een leuk team hebt? Ja, ontzettend leuk. Ja, ik kan niks over zeggen. Het zijn hartstikke lief. Leuke mensen. Willen allemaal winnen. Ik ben 29 jaar oud. Dus denk je dat je de USA de volgende keer kunt verslaan? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat in voetbal alles mogelijk is. Dus ja, ik denk wel dat dat kan. Shaki Groene. Ga weg. Ik ben groter dan jij, dus. Ben ik een ochtend- of een avondmens? Middag. In de ochtend moet ik heel lang opstarten. In de avond ben ik vrij snel moe. Dus dan middag. Toen je als kleinkind ging voetballen, had je dan verwacht dat je zo ver zou komen? Nee, niet verwacht, maar wel altijd over gedroomd en gewild en naar gestreven. Dus ja, altijd wel willen bereiken in ieder geval. Ja, Inessa, je kan heel goed TikTokken. Jij ook? Want dat moet je wel, dat gaan we dan doen. Hi. Moet ik ook hier zijn? En je mag best met mij op Insta Live hoor, kom maar. Ja, ik moet ook iets. Ben je al live? Ja, ben al live. Hoe lang wil ik nog blijven voetballen? Dat weet ik niet. Nou, dit is Moon. Gezelligste tafelgenoot. Ja. We zitten bij elkaar aan tafel, we mogen niet meer wisselen van tafelgenoten. Dus ze zit met mij opgescheept. Maar... Nou, het is hartstikke gezellig en leuk. Leuk meid, blij dat ze erbij is. Wat hoop ik nog te bereiken? Nou. Ik zou heel graag een keer de Champions League willen winnen. Met de club. Dat zou heel erg leuk zijn. Ik wil heel graag de Olympische Spelen nog een keer spelen. En een medaille pakken. Wat wil ik nog meer? Ja, weet ik niet. Misschien zelf individuele prijzen. Maar ja. Weet ook niet of dat gaat lukken. Maar daar gaan we wel voor. Hi Kika. Wat leuk dat al mijn teamgenootjes hier ook opkomen. Waar is de rest? Geen idee. Nou, daar staat er eentje te lachen de hele tijd. Nou, de rest zit hier ook op TikTok. Oh, TikTok, Instagram. Dus die kunnen we wel even zeggen waar ze zijn anders. Dus Vanessa, Inessa, Jackie.
Ik heb jullie allemaal als hier reageren. Wat zijn jullie aan het doen? Wie maakt de leukste grappen in het Nederlands elftal? Ik denk dat dat toch Shanice is. Die is echt, echt ontzettend grappig. Gewoon altijd heel droog en heel flauw. Maar wel maakt iedereen altijd aan lachen. Wat heb je gestudeerd? Sportmanagement en sportmarketing aan de Johan Cruijff University. En dat is nu academie. Vond dus eigenlijk gewoon... Ja, was heel leuk. Duurde alleen heel lang. Wie is het slimst? Sherida Spitsen. Zit hij ook pannenkoeken te eten? Wie kan dansen? Ik vind dat Kieke van Ness heel goed kan dansen. Maar die durft niet altijd, maar die kan wel heel goed dansen. Verder, Danny Kerkdijk kan ook heel goed dansen. Ik zelf ben altijd wel net te laat met de beat, maar dansen alsof er niemand kijkt. Iemand vraagt in welk station ik nog een keer zou willen voetballen. Ik denk dat je stadion bedoelt. Nou, PSV-stadion gewoon zou ik altijd kiezen. Was superleuk. Wie geeft er het vaakst een panna? Nou, ik moet zeggen, Renate Jansen is er redelijk goed in. Vivianne Miedema doet het vaak. En ik zelf kijk er ook wel altijd naar. Dat lukt niet altijd, maar probeer het wel. Hoe oud was ik toen ik begon met voetballen? Ik was 4 jaar oud en ik begon bij SV Valkenswaard. Dan moest ik alleen nog maar mee trainen en ik was 5 jaar toen ik de wedstrijden mee mocht doen. Ja, ik ga alleen live vandaag, maar er komen nog wel 2 anderen. Dus Dominique Jansen en Lise Kop, die komen ook nog. En als het goed is, word ik over 3 minuten afgelost door 1 van die 2. Als ze toch te laat zijn, Hebben jullie ontzettend veel geluk, want dan blijf ik gewoon zitten. Yes, I can talk English if you want. But then I need a question in English. Jackie of Chinese? Nee. We staan er op heel andere posities. Welke talen spreek ik allemaal? Engels en Nederlands. Brabants. Ja, Brabants, gebrek je Nederlands dus. Zou ik nog ooit in de Nederlandse competitie willen voetballen? Ik denk het wel. Maar dat ligt er eigenlijk aan. Ik wil heel graag nog een mooie stap maken. Of misschien nog wel met Arsenal een mooie stap maken. Ik weet het nog niet eens goed. En ja, even naar mijn lichaam luisteren allemaal voor hoe lang ik nog kan voetballen. Wie heeft er een slechte muzieksmaak? Stephanie van der Gracht. Die zet alleen maar de polonaise op. Wie was mijn idool vroeger? Dat was altijd René Slegers en Kirsten van de Ven. Die kwamen ook uit Brabant. Heb ik bij Willem II meegevoetbald. En ja, die waren gewoon altijd beter. En gewoon hele goede aanvoerders. Dus kon ik ontzettend veel van leren. Wat is je favoriete Netflix-serie? Ik denk Emily in Paris op het moment. Die vond ik echt heel erg leuk. Lekker makkelijk wegkijken. Ik hou niet van enge series of films. Dan kan ik niet meer slapen. Dat heb ik nooit leuk gevonden. Maar een beetje spannend wel. Dat kan wel. Verder weet ik eigenlijk niet wat er allemaal op Netflix is. Hey friend! Nou, ik word toch op tijd afgelost. Dus ja, ik moet er zo vandoor. Want je moet nog een minuut. Jullie hebben het genoegen om met Dominique Jansen verder te mogen praten zo. Je moet nog een minuut. Ja, ik... Nee. Oh, nu is het 10 over.
Zijn dit de vragen? Do you guys miss meeting the fans? Yeah, we miss our fans very, very much. Wish you all. Why? Waarom? Kom hier dan. Jij bent zelf kom hier. Kom hier. Zie er niet uit. Kom, ja, nou en ik ook niet. Laat haar met rust. Zij doet hartstikke Janice goed van Zanden staat daar door de deuropening van alles te roepen. Ik ben lief. Ik pak toen op zeventje. Maar ja. Ik, wie is die, ik ga het aflossen. Ik ga weg. Dus Deo is hier voor jullie. Ik ga ook met jullie 10 minuten kletsen. Ja, super goede vragen voor mij. Maak het wat moeilijker voor de volgende. Nee. En spreek jullie snel. Voor diegene na mij. Doei! Nou, leuk. Je mag nog wel even blijven als je wil, hoor. Ja, wie is überhaupt na mij? Jack. Huh? Dan gaan we gewoon even Dan een beetje in beeld nemen. Ja, hadden jullie wel weer iemand anders kunnen doen? Oké, hallo allemaal. Wow, echt veel mensen. Kunnen we niet gewoon even iemand hier in laten komen die een verzoek vragen? Dat kan. Wat doen we daar niet aan? Ik weet niet. Nou, graag van de binnen. Kijken. Oh, op welke positie wil je spelen als je geen verdediger was geweest? Dat vind ik wel mooi. 6. Spit, nee. Sowieso weer op 6. Nee, sowieso op 6. Ik heb bij Arsenal ook vaker op 6 gespeeld. En met vind wie? Ik, met Danielle. En hoe leuk was dat? Nou, we gingen altijd helemaal stuk op het veld. Kom maar even in beeld. Dan kunnen we... Ik ga wel achter staan, een beetje. Nou, het was altijd heel leuk. We moesten altijd heel hard lachen. Want... Ja, maar we wonnen wel. Ja, we wonnen wel, maar we het was... We moesten niet lachen als het niet zo goed ging, hoor. Nee, maar we moesten wel veel lachen om dingen die in het veld gebeurden. Ja, maar het ging heel goed. Maar weet je, we voetballen natuurlijk omdat we het leuk vinden, dus... Ja, gingen we heel veel lachen. Ja. Zoveel hartjes ook. Okay. Zo leuk. Nou, love you all. Ik ga het later. Oké. Okay. Even kijken. Welke club wil je nog spelen? Ja, Barcelona is op zich wel een mooie club. Om ooit voor te mogen spelen. Ja, en verder is het natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe dat het vrouwenvoetbal zich ontwikkelt. Dus ja... Nu zit ik nog wel even goed bij Wolfsburg. Heb ik het heel erg naar mijn zin. En speel ik natuurlijk met Janice. Dat is ook hartstikke gezellig. Nou, net waren er heel veel vragen. En nu zoveel andere comments dat die vragen niet meer... Anders kun je altijd hier... We hebben er al 500 binnengekregen. Als er even niks tussen zit, kan je die pakken. Oké. Okay. Maar kijk, nu komen er wel weer... Oh, wat doe je allemaal in je haar? Heb je ook krullen? Heb ook krullen zoals jij. Nou, bedankt. Het is niet echt het beste model op dit moment. En ik moet ook echt heel nodig naar de kapper. Maar ik heb gewoon... ik doe altijd wassen met shampoo en conditioner. Dus ook speciaal voor krullen natuurlijk. Dus je moet even goed kijken naar wat voor ingrediënten er in de producten zitten. Dus hier heb je gewoon even een curly girl expert. Daarnaast doe ik dan altijd een soort van crème voor de krullen. En daarna een gel, zodat de krullen ook mooi intact blijven. Maar er gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. En als je ooit dat wil weten, dan moet je vooral de Curly Girl methode gaan volgen. Dat is echt wel een aanrader. Oké, even kijken. Zoveel vragen hier. Wie is het gekste uit het team? Ja. We hebben wel een aantal gekken. Maar wie is de gekste? Nou, nu speel ik dus natuurlijk met Janice samen. Zij is best wel gek. Ze maakt soms ook opmerken dat je bijna van op de grond ligt van het lachen. Dus dat vind ik wel heel grappig. Nou, echt veel liefde zie ik hier allemaal voorbij komen. Echt lief. Wordt echt gewaardeerd. Vandaar ook dat we hier natuurlijk de tijd nemen voor jullie. Oh, hoe ziet jullie voedingsschema eruit op een wedstrijddag? Nou, die vraag die wil ik wel even beantwoorden. Nou ja, we ontbijten altijd om 10 uur. Dus echt wel relaxed. Dus meiden kunnen uitslapen of ze kunnen doen wat ze zelf willen. Of ja, eerder opstaan, dat kan natuurlijk altijd. Dus dan ontbijten we met het team samen. Dus ja, of een boterham met een spiegeleitje of normaal eitje. Of yoghurt of kwark. Het is net afhankelijk van wat je zelf lekker vindt. Of soms pannenkoeken. En afhankelijk of we 's middags spelen of 's avonds hebben we dan lunch. Dus dat is gewoon of
ook pannenkoeken of rijst. Of iets anders lekkers, pasta. En dan hebben we vaak, als we pas later spelen, dan hebben we matchmeal. Dus op het einde van de middag. En dan eten we ook daadwerkelijk pasta. Rijst, om zeg maar gewoon echt even die koolhydraten binnen te krijgen voor de wedstrijd. En na de wedstrijd hebben we heel vaak gewoon iets lekkers. Dus laatst hadden we, wat was het ook alweer, frietjes met shawarma. Dus dat was echt wel kip shawarma. Dat was echt heel lekker. Oh, wat was je mooiste goal? Dat vind ik ook wel een goede vraag. Mijn mooiste goal, ik weet nog wel dat ik toen ik bij Arsenal speelde, dat we tegen Liverpool speelden, uit. En toen kreeg ik de bal, zeg maar, op de hoek van de 16 meter. En van daaruit schoorde ik hem in de rechte kruising. En dat was wel echt een lekker gevoel als je zo mag scoren. Kun je een serie beginnen met koken met Dominique Jansen? Nou, als jullie mijn Instagram volgen, post ik af en toe wel receptjes. En misschien dat ik binnenkort ook even wat meer filmpjes ga maken. Dus stay vooral tuned. Want daar ga ik jullie gewoon meer vertellen over wat ik allemaal doe in mijn leven. En wat ik kook en hoe ik het maak en zo. Dus dat is wel een soort van iets wat ik echt wel moet gaan doen. Dus goed dat jullie het ook gewoon zeggen. Want als jullie het niet zeggen, dan komt het er natuurlijk niet van. Wie zijn je beste maatjes bij Oranje? Nou, Danielle is wel een van mijn goede maatjes. En Sari, maar Sari is helaas vandaag niet erbij op deze trip. Dus dat is wel jammer. Voor welke club ben je in Nederland fan? Nou, ik ben eigenlijk eerlijk gezegd nooit echt fan geweest van een Nederlandse club. Ik ben meer gewoon fan van mooi voetbal. Dus dat is voor mij gewoon het belangrijkste als ik voetbal kijk. Hoe zou je heten als je een jongen was? Nou, ik zou gewoon Dominique heten. Dat kan dus gewoon. Dat is handig. Hé, wat zit je nou weer te lachen? Ja, mijn moeder had gewoon al, of mijn moeder en mijn vader wisten het van tevoren gewoon al. Dat wordt een Dominique. Hoe lang blijf je nog in het buitenland voetballen? Oh, ik heb even de achtergrond weer mooi aangepast. Ben je even stil, want ik ben even aan het praten met de fans. Nee, maar hoe lang... Oké, ik moet even deze vraag beantwoorden. Maar hoe lang ik nog in het buitenland wil spelen is natuurlijk afhankelijk van heel veel factoren. Dus op dit moment heb ik sowieso nog 2 jaar contract bij Wolfsburg. Dus sowieso nog die 2 jaar. En verder weet je natuurlijk niet. Oké, ik zag net kat of hond. Nou, sowieso voor mij hond. Vroeger heb ik ook altijd hondjes thuis gehad. Lekker knuffelen. Anja krijgt de vraag, heb je wel iets met 13-0 gewonnen? Omdat VVV natuurlijk gisteren 13-0 verloor. Ja, de grootste overwinning van de Oranje in ooit was 13-1. Oh, zonde van het tegendoelpunt wel. Ja. Dat is echt zonde. Ja. Nou weet je, dit blaadje hebben we niet eens nodig, want er zijn zoveel vragen. Nou, iemand vraagt, ken je Wittenhorst nog? Nou, natuurlijk ken ik Wittenhorst. Wittenhorst en hart en nieren. Wat wou je vroeger worden? Nou, ik wilde eigenlijk altijd wel profvoetbalster worden. Maar, als ik niet profvoetbalster zou worden... geen idee. Ik had echt al mijn zinnen erop gezet. Dus als je eenmaal een doel hebt en daarvoor gaat... dan kun je echt heel veel bereiken. Oké, deze vraag is denk ik ook wel even belangrijk voor jullie om te antwoorden waarom ik weer Jansen heet. Helaas is mijn relatie niet meer staande. Dus nu ben ik gewoon weer Dominique Jansen en zal ik ook voor de rest van mijn carrière Dominique Jansen heten. Dus als jullie ooit een shirtje willen met mijn naam erachterop, dan hoeven jullie geen zorgen te maken dat die naam verandert. Dus Dominique Jansen voor de rest van mijn voetbalcarrière. Dan is die vraag ook weer beantwoord voor alle mensen die... mijn moeder kijkt ook, zie ik, en ze lacht me uit. Heel leuk.
Ja, mijn moeder stuurt een lachpoppetje. Gaat helemaal stuk. Oké, nou, het is alweer 10 minuten gaan zo snel voorbij. En de volgende staat alweer op de planning. Wat heb jij, moet je TikToks doen? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben helemaal klaar voor. Oké, nou, ik word afgelost door de one and only Jackie Groenen. Hallo. Heb je zin in? Ja, prima. Echt heel, ze zijn hartstikke actief, heel veel vragen. Okay. Dus, moet ik vragen beantwoorden van de... Nee, want er worden zoveel. Van de... Oké, bedankt voor het kijken allemaal en stay tuned, want er komen nog veel meer leuke sprekers en antwoorden, mensen die vragen beantwoorden. Doei! Als het even stilvalt, dan kan je daar een paar vragen. Oké. Zo. Hallo! Hallo allemaal. Hoi. Ik mag wat vragen van de lijst doen, maar ik mag ook live vragen doen. Dus als je heel graag iets wil vragen, dan kom maar door. Dan beginnen we daarmee. Hoi. ik krijg best wel een goede vraag. Jackie, wat zou je doen als je onzeker was? Even kijken wat er stond op het veld. Ik vind het altijd heel erg fijn om een beetje terug te komen tot aan mijn, bij mijn basis, zeg maar. Dus als ik me eventjes onzeker voel, dan ga ik altijd naar mijn vriendinnetjes of mijn familie. En dan voel ik me altijd wel beter. Ik word Speedy Gonzales genoemd. Oh, thanks. Ze hebben wel een paar bijnamen voor mij. Ik word meestal Jax genoemd. Mijn vrienden noemen mij vaak Jacket. En Toe begint te lachen. Die heeft nog een andere bijnaam. Iemand die vraagt wat ik naast mijn voetbalcarrière, als ik niet voetbalster zijn geworden, wat ik dan zou willen worden. Nu stuur mijn beste vriendin een berichtje. Je had moeten zeggen kassa, je vrouw. Dat is ook heel fijn. Hier komt hoe oud ik ben met het voetballen. Ik was, toen ik begon met voetballen was ik 1 jaar of 5, denk ik. Oh, dat is wel leuk. Waar zou je wel spelen als je geen middenvelder was? Ik moet wel eerlijk zeggen dat het middenveld wel echt een beetje mijn ding is. Ik vind dat wel heel erg leuk. Als ik echt iets anders zou moeten kiezen, dan denk ik spits of zo. Iemand vraagt dan meteen wie hierna komt. Dankjewel. Ik denk Lies Kop. favoriete Nederlandse club is Willem II. Ik ben wel een beetje een Willem II fan. Een tintje. Een tikkeltje. Ik krijg heel veel vragen binnen. Koffie of thee? Koffie. het gaat heel goed met het gitaarspelen. Dus ik doe heel erg mijn best. En het gaat heel langzaam vooruit. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Iemand vraagt wat mijn lievelingseten is. Ik denk dat ik het fijnste vind om naar een Italiaan te gaan. Dat vind ik altijd wel heel lekker. Je vroeger ooit gedacht dat je bij de Oranje Leeuwen zou voetballen? Nee, eigenlijk niet. Toen ik jong was, was vrouwenvoetbal sowieso nog niet zo'n hype, net zoals het nu is. Dus ik heb daar eigenlijk nooit rekening mee gehouden dat ik dit ooit mocht doen. Thanks, tot zo. Met wie ga je het meest om van het team? Ik ga heel veel om met Lies Kop, tot mijn teleurstelling. ik ga veel om met Inessa en Siska Volkertsma en Daantje, Danielle van der Donk. Eigenlijk met iedereen wel. Met Doe ook veel. Mis je je volkssport niet? Ja, ik mis het judo wel hoor, moet ik zeggen. Ik mis ook mijn team, wat ik had bij het judo. En ik mis ik mis mijn oude coach en alles en alles wat erbij hoort. Dus ik mis het wel. Ik judo eigenlijk nooit meer, nee. Omdat het ook een beetje blessuregevoelig is. En dat risico wil ik dan vaak niet lopen. Ik kan ook wat vragen doen van de ingevoerde vragen. Ga ik even kijken. Oh, ik zie hier, is het patat of friet? Het is friet, jongens. Het is friet. Even kijken. Hier staat wel een leuk op van welk land zou je nog een keer willen winnen? Nou, dat lijkt me logisch. Van Amerika. Na het vorige WK is dat wel de bedoeling.
Welk volkslied naast dat van Nederland vind je nog meer mooi? Ik vind Italië altijd wel heel mooi. En Frankrijk vind ik ook wel een mooi volkslied hebben. Ja, friet inderdaad. Met heel veel uitroeptekens. Merel van Dongen, het is niet patat. En ga iets anders doen. Tegen welk land zou ik graag willen spelen? We hebben eigenlijk al best wel veel... we hebben wel wat veel landen gehad. Dus ik zou nog wel eens ooit uit in Nieuw-Zeeland of zo. Dat lijkt me wel top. Ik zie hier ook op de dingenlijst een vraag staan. Die zegt, wie heeft die jou verzonnen? Dat doen we altijd een beetje samen. Dus daar hebben we altijd een kleine meeting over. Zitten we even samen en dan gaan we wat bedenken. Oh, Merel moet zo meteen ook nog, zie ik. Dus als jullie nog allemaal leuke vragen hebben, dan Merel mag ook. Wanneer we Black Stories? Ja, ik had het toevallig met Jenny laatst nog over dat we het weer een keertje moesten doen. Dus zodra ik terug ben in thuis ben, dan ga ik het weer een keertje doen. Wat is mijn record hoog houden? Weet ik eigenlijk niet. Hoi. Heel veel mensen die zwaaien. Hoi. Hoi. Wie is je favoriete voetballer op het moment? Wat vind je wel een leuke vraag? Ik denk Frenkie. Frenkie de Jong vind ik heel erg leuk om te zien. En ik ben heel erg blij dat Donny bij Man U speelt. Vind ik ook heel erg leuk. What do you consider your biggest strength on the football pitch? Ik ga deze even in het Engels doen. Gezien de vraag in het Engels was. I think I can combine a lot of things. Which is probably also my strength. So I think I'm a good passer, but I can also put a tackle in. So it's a bit of both, a bit of a box-to-box. Iemand vraagt, ben je van de trucjes? Nee. Dat is echt nee. Ik kan heel weinig trucjes. Ik kan wel een rondje om de wereld. Ja, dat klopt. Oh, oké. Dankjewel. Welke serie kijk ik op het moment? Even kijken. Ik ben net begonnen aan Undercover, omdat heel veel mensen het daarover hadden. En vind ik best wel leuk. En ik heb net Bly Manor gezien op Netflix. En The Fall. Vind je het fijn over roomie te hebben of geen roomie? Ik moet wel zeggen dat ik Inessa wel heel erg mis. En de gezelligheid. En iemand die mij vertelt hoe laat we dingen doen. Ja, ik vond het heel leuk in Groningen. Het was heel leuk om in het stadion te spelen. En het was jammer dat jullie er niet bij waren, want dat was nog leuker geweest. Wie van het team ken je het langst? Ik ken Lieke het langste, denk ik. Ja, ik denk dat ik Lieke het langste ken. Lisa van der Most ken ik echt het allerlangste. Even kijken. Ja, Zweedse puzzels. Iemand vraagt, ben je verslaafd aan Zweedse puzzels? Ja, dat ben ik. Insider knowledge. Op welke positie speelde je vroeger als kind? Ik heb eigenlijk altijd een beetje op het middenveld gespeeld. Dus ik speelde altijd wel een beetje op 10 of op 6. Of in ieder geval tussen alles in. hond of poes? Dan een hond. Ga zingen is geen vraag. Ik denk dat het mijn aflossal is, of niet? Ik heb nog een minuutje, jongens. Ik heb nog een minuutje, dus als iemand nog hele coole vragen wil stellen, kom maar door. Wanneer is de volgende wedstrijd? Dinsdag. Dinsdag kunnen jullie weer kijken, spelen we tegen Kosovo. Wat is de mooiste goal die je ooit hebt gemaakt? Ik denk de meest bijzondere was wel op het WK in de halve finale. Hoe lang heb je bij de jongens gespeeld? Ik heb heel lang bij de jongens gespeeld. Ik was 15. En toen ging ik naar de Bundesliga. En ik wilde altijd zo lang mogelijk bij de jongens blijven voetballen. Vond ik heel erg leuk. Wie is je voorbeeld? Dat is voor mij Johan Cruijff. En dat weten veel mensen, denk ik. En mijn papa.
Hoe is het om profvoetballer te zijn? Heel erg leuk. Ik geniet er iedere dag van. Ik vind trainen heerlijk. En de wedstrijden heel leuk. Maar ik mis wel ook altijd mijn familie een beetje. Dat is een beetje een zijkantje eraan. Maar ik vind het heel erg leuk. Wat was jullie moeilijkste tegenstander? Ik denk toch wel Amerika op het WK. En ik vind Japan altijd heel lastig om te voetballen, omdat die zijn overal. En die zijn heel goed. Iemand vraagt liever een goal op de spelen of 3 assists. Nou, dan kies ik 3 assists, want dan hebben we 3 keer gescoord. Ho, gaat het, meid? De boel wordt hier weer gesloopt. Wat is een slechte eigenschap van Daniël van den Donk? Als ze wint, dan kan ze dat wel je laten weten, zeg maar. Hoe lang ben je? Niet zo heel lang. 1,65 of zo. Voor welke club ben je? Ik ben een beetje voor Willem II. Tilburg, de beste. Oh, Katja die liep binnen en die schopte alles om hier. Voor de mensen die zich afvroegen of het servies viel. Het was Katja. Dank jullie wel voor de hele, hele lieve vragen. Er komen er echt heel veel voorbij, dus ik vond het een beetje moeilijk om te selecteren. Maar ik heb hier al een hele goede whistle. Dit is Kat en die gaat heel veel vragen beantwoorden. Die doet ook 20 minuten, heb ik gehoord. Oh ja, extra lang. Dus heel erg bedankt voor jullie vragen. Tot de volgende keer en heel veel plezier met Kat. Doei! Kan je hier nog eentje uit? Oké, top. Nou, volgens mij, ik heb even meegekeken bij Slack. Ze zijn enthousiast. Eens even kijken. Hallo allemaal. Een hoop mensen die zwaaien. Als jullie vragen hebben. Hoe het was om mijn eerste wedstrijd te spelen. Ja, het was niet mijn eerste wedstrijd. Het was wel de eerste keer dat ik in de basis stond. Dus dat is altijd een mooie ervaring. Mooie overwinning en mijn eerste doelpunt. Dus daar was ik heel erg blij mee. Ja, dus ook de vraag, hoe voelde je eerste goal? Ja, dat is heel mooi, zeker als je zo'n grote overwinning hebt. Je kwalificeert je en dat je dan scoort, dat is een heel mooi gevoel, alles bij elkaar. Even zoeken. Of ik nog bij een andere club zou willen spelen. Ja, ik ben net naar een nieuwe club gegaan. Dus ik zit nu in Frankrijk, bij Bordeaux. Dus voor nu is het wel eventjes goed. Even kijken. Waar ik allemaal heb gevoetbald. Nou, op dit moment zit ik dus bij Bordeaux in Frankrijk. Daarvoor heb ik bij PSV gespeeld 2 seizoenen. Daarvoor bij VV Alkmaar. En ik ben begonnen bij Telstar. Ik ben 24 jaar. Wie mijn grootste voorbeeld is? Nou, ik ben wel fan van Harry Kane. Die speelt bij Tottenham. Ja, dat is een spits die natuurlijk hartstikke goede statistieken heeft. Dus waar ik wel graag naar kijk als spits zijnde. Eens even kijken. Shaki. Nee, wij spelen vaak shitheaden. En dan eindig ik toch vaak wel bovenaan. Tot de frustratie van Shak. Dus die moet nog even dooroefenen. Even kijken. Hoe lang ik tussen de jongens heb gevoetbald? Ik ben begonnen toen ik 5 was bij de jongens. En daar heb ik gevoetbald tot ik 17 was. Dus dat is wel een flink tijdje. Maar daar heb ik wel wijs veel van geleerd. Ronaldo of Messi? Ja, daar ga ik toch voor Messi.
Omdat het bij hem allemaal ja, zo makkelijk oogt. En het lijkt wel alsof hij er totaal geen moeite voor hoeft te doen. Dus ik kies nou voor Messi. Nee, ik heb gelukkig nog nooit een eigen doelpunt gescoord. Dus hopelijk blijft dat ook zo. wat ik de leukste oefeningen vind tijdens een training. Ja, dat is heel simpel. Dat is afwerken. Lekker de ballen erin schieten. Goed gevoel opdoen. En ook wel kleine partijtjes. Die gaan altijd wel fel aan toe. Dus daar eindig je ook wel met een goed gevoel mee. Zo, jullie zijn wel heel enthousiast met alle vragen. Ik moet goed opletten. Waarom ik ooit op voetbal ben gegaan? Ja, omdat mijn zus voetbalde. Dus op zaterdag ging ik dan altijd mee kijken. Ja, en toen ben ik zelf ook verliefd geworden op het spelletje. Dus toen wilde ik ook op voetbal. Ja, op dit moment slapen wij allemaal alleen op de kamer vanwege de maatregelen. Dus ja, we hebben nu geen roomies. Maar dat is ergens ook wel weer lekker. Hoef je geen rekening te houden, kan je lekker troep maken op je kamer. Dus voor eventjes niet erg, maar hopelijk mag het snel wel weer. Tips om de bal onder controle te houden. Ja, ik denk heel erg stap voor stap denken. Dus niet al bezig zijn met de volgende actie, maar eerst echt focussen op dus je aanname, dicht bij je lichaam houden. Misschien ook contact maken met je tegenstander, zodat je weet waar je de bal naartoe moet spelen. Maar vooral bezig zijn met die actie. Op welke posities heb je al gespeeld? Nou, ik speel nu wel vrij lang echt in de spits. Toen ik echt jonger was, heb ik wel op meerdere posities gespeeld. Ik ben zelfs keeper geweest. Maar gelukkig ben ik toch het veld ingestuurd. Ik heb ook wel op het middenveld gestaan en ook linksback. Ja, ik vind nu ook wel de spits de leukste positie. Ik denk omdat ik daar ja, het beste tot mijn recht kom. En dat je natuurlijk met doelpunten belangrijk kan zijn voor je team. Ja, dat is extra mooi meegenomen. Welke Netflix-serie ik kijk? Nou, ik ben dus net klaar met Emily in Paris. Dus als jullie nog aanraders hebben, ja, laat maar weten. Want we hebben morgen een vlucht voor de boeg. Dus dan kan ik die nog even downloaden. Ja, ik heb twee zussen. Ik ben de middelste. Dus ik heb één oudere zus en één jongere zus. Alle drie hebben gevoetbald. Maar inmiddels ben ik nog de enige die voetbalt. Even kijken. Oh, er komen goede tips binnen. Dus hopelijk kijkt er iemand mee uit het team die even oplet. Dat gaat wel heel snel. Eens even kijken. Op welke leeftijd ik gescout ben? Ja, dat is vrij laat. Ik heb dus tot mijn 17e bij de jongens gevoetbald. Daarna heb ik eerst ook bij een amateurclub, wel op het hoogste niveau in, voor het vrouwenvoetbal gevoetbald. En toen ik 18 was, ben ik dus naar de Eredivisie Vrouwen gegaan. Wat ik het liefst op mijn brood doe. Nou ja, in Frankrijk hebben ze sowieso natuurlijk wel heel lekker brood. Stokbrood of croissantje. Maar als ik in Nederland ben, doe ik toch wel graag wat hagelslag op mijn brood. Oeh, de volgende komt ook al binnen. Ja, en ik ben ook wel fan van kaas. Plakje kaas. En gelukkig verkopen ze in Frankrijk Nederlandse kaas. Dus dat is mooi. Wat mijn lievelingseten is. Dat is kip tandoori. Altijd als ik dan ook thuis kom.
Dan kijk ik mijn vader lief aan, want die maakt dat dan. Dus ja, daar kijk ik dan altijd wel heel erg naar uit. Hoe ik het vind om te vliegen? Ja, ik heb daar geen moeite mee, gelukkig. Ja, ik ben het inmiddels ook wel gewend. Dus voor mij is dat prima. Wat mijn lievelingsdier is, ja, die heb ik eigenlijk niet. Ik vind altijd wel ja, wat gevaarlijke dieren, zoals een haai of een tijger, vind ik altijd wel heel indrukwekkend. Maar echt een lievelingsdier heb ik niet. Eens even kijken of hier misschien nog een vraag op staat. Oh, wat het grappigste is dat deze week gebeurt. Ik weet niet of iemand dat misschien al heeft benoemd. Maar ik denk eergisteren voor de wedstrijd zaten we in een hotel. En daar zijn wel wat mensen die elkaar hebben laten schrikken. En dat is ook vastgelegd. Dus dat waren wel grappige momenten. Volgens mij, moeten jullie maar bij Sherida zijn. En die komt zo nog. Oh, die komt nog. Dus moeten jullie maar even vragen. Of ik tegen mijn verlies kan. Ja, op zich wel. Alleen ik kan ook wel echt flink balen. Maar dan is het eventjes en dan baal ik er heel erg van. Maar daarna is het ook wel weer oké. Okay. Hoe laat moeten jullie slapen? Nou, gelukkig hebben we geen bedtijd. We zijn ook wel oud genoeg om dat zelf te regelen. Maar ja, als sport is het natuurlijk wel belangrijk dat je voldoende slaap pakt. Dus meestal liggen we wel gewoon netjes op tijd in bed. Ik heb geen idee eigenlijk hoeveel mensen er nog komen. Maar er komen in ieder geval nog wel een aantal aan. Dus dat is een goede verrassing. Een promootje nog doen? Nou, er komen nog 4. Ja, dus waaronder Sherida. Ja. Ja, Merel wisten jullie al. Er zit eentje klaar. Dus ik denk dat ik die er maar bij ga roepen. Ja. Dan gaat die het overnemen. Woehoe. Kom maar, Lin. Zwaaien. Hi allemaal. Ja, er zijn heel veel vragen. Dus bedankt voor jullie vragen. En de volgende gaat het overnemen. Ja, heel leuk af, hè? Ja, succes. Dank je. Ja. Bedankt, hè? Hallo allemaal. Nou, ik ga nu een aantal vragen voor jullie beantwoorden. Dus als jullie vragen hebben, dan stel ze vooral. Hi allemaal. Ja. Dus, ik ben aan het wachten op de vragen nu. Ja, en anders hebben ook mensen al van tevoren vragen ingestuurd. Dan kan je ook altijd een paar uitkiezen. Oké. Vind je het leukste aan voetbal? Nou, het leukste aan voetbal vind ik winnen, zeg maar, gewoon het spelletje. En vooral, zeg maar, gewoon dat winnend gevoel, gewoon als je wint, dat is gewoon echt top. En gewoon prijzen pakken en zo. Dus, Messi of Ronaldo? Ja, Messi sowieso. Ik ben ook Barca-fan. En ik vind Ronaldo ook echt een topvoetballer. Hij werkt keihard en zo. En hij kan echt goed voetballen. Maar Messi is wel gewoon echt top. Even kijken hoor. Wat voor positie zou je willen spelen als je niet op de positie speelt die je nu speelt? Ik ben van nature een rechtsback. Alleen ik vind de 6, zeg maar, dus met de punten achter, vind ik ook wel echt een leuke positie. Nike of Adidas? Dan Adidas. Ik heb altijd Adidas voetbalschoenen gehad al sinds klein, dus ja, vandaar Adidas. Ook al vind ik de kleding van Nike ook wel mooi, hoor. Wat zou je doen als je geen profvoetbalster was?
Nou ja, dat, ik denk dat ik dan gewoon nu aan mijn studie zat. En dan zou ik wel fysio willen worden. Maar ik, ja, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Want ik wil sinds klein al profvoetbalster worden. Dus ja, eigenlijk gewoon ja, profvoetbalster. Dus. Hoe oud was je toen je begon met voetbal? Toen was ik 5. Ik was net 5 en ik ben begonnen met voetballen door mijn tweelingbroer Rick. Die zat toen eigenlijk te voetballen en ik zat te kijken. En ik wilde echt heel graag ook het veld op. Dus ja, eigenlijk een paar dagen daarna mocht ik mijn scheenbeschermers zeg maar, meenemen. En mijn kleine voetbalschoentjes en dan mocht ik al het veld op. Dus dat was wel heel leuk. Frikandel of kroket? Nou, frikandel. heb je een tattoo? Ja, ik heb er 2. Ik heb deze en eentje hier. Wat is mijn lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is blauw. Ja, blauw. Of babyblauw, maar gewoon blauw. Of groen. Ik vind het allemaal mooi. Hoe is het met Guus? Ja, Guus is mijn hond. Voor de mensen die het niet weten, met Guus gaat het heel goed. Hij is heel groot al. Hij is pas 6 maanden, 7. Dus, en hij weegt al 50 kilo of zo. Dus wordt een hele grote hond. Waar kom je vandaan? Brabant of Limburg? Ik kom uit Limburg. Sorry, ik zie echt een hele grappige vraag. Ik kom uit Limburg. Uit Venlo, Tegelen. Dus daar ben ik ook geboren in Venlo. Wat was je mooiste doelpunt? Ja, ik heb natuurlijk op mijn basisdebuut tegen Frankrijk heb ik een goal gemaakt. Dus dat was wel echt, ja, dat was echt voor mij echt een topmoment, zeg maar. Dus dat is ook dan direct mijn mooiste doelpunt. Waar voetbal ik nu? Nu voetbal ik bij Twente. Dus ja, bij Twente al 3 jaar. Vond je het leuk, een stadion van Groningen? Ik vind dat Groningen echt een heel mooi stadion heeft, oprecht. En we hebben ook wel echt een... ja, ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, ook als team. Veel balbezit gehad. En ja, ook veel mooie goals mogen maken. En het stadion was echt top. Echt, het grasveld was ook echt mooi. Dus, thuis koken of uit eten gaan, zie ik. Nou, dan, ja, ik hou zelf echt van koken. En dat kan ik ook best wel goed. Maar ja, uit eten op zijn tijd is ook wel lekker. Dus ja, ik denk door de week sowieso dan thuis koken. En ja, in het weekend uit eten. Wat is je... Wat vond je van Ajax VVV Venlo? Ja, het was een F'jes uitslag. 0-13. Dus... Maar ja, maar het is, ja, ik vind dat Ajax gewoon goed heeft gespeeld. Dus ja, het is niet anders. Speel je liever op gras of op kunstgras? Nou, sowieso liefst op gras. En ook bij mijn ja, eerste club was Sportclub Irene. Daar heb ik altijd op gras gespeeld. Dus ja, dat vind ik ook het lekkerste, die geur van gras. En gewoon slidings maken, lekker voetballen. Ja. Hoe oud ben ik? Ik ben, 3 oktober ben ik 20 geworden, dus ik ben net een week 20. Kun je nog een beetje Limburgs praten? Ik kan heel goed dialect praten, dus dat gaat er ook niet meer uit, hoor. Hier staat, wat was je stomste blessure? Ik heb... Eigenlijk nog nooit eigenlijk, echt een blessure gehad, gelukkig. Dus even afkloppen. Ik heb wel eens een, ja, iets aan mijn rug gehad, maar dat was een, ja, 1 dag eigenlijk. Dus ik ben gelukkig fit, maar ik zorg ook goed voor mijn lichaam, zodat ik fit kan blijven. Hoe laat begint de wedstrijd dinsdag? Dinsdag spelen wij om 7 uur. Waar is een positie waar je nooit wilt staan? Nou, ja, ik zou alles wel een keer willen proberen, maar ik denk als je mij in de goal neerzet, dat wordt niet echt wat. Dus, ja.
Ajax of Feyenoord? Ja, dan Ajax. Ik ben eigenlijk ook wel Ajax-fan. Wat heb je je haar leuk, dank je. wat wil ik bereiken met voetbal? Ik wil, ik hoop dat ik in de toekomst basisspeelster kan worden. Dus van Nederlands elftal, dat is wel echt mijn grote droom. En veel interlands mag spelen. En dat ik uiteindelijk naar een hele mooie grote club mag. En daar ook Champions League de finale ga spelen en eigenlijk ook winnen. Dus dat is ook wel een droom. Als je moet kiezen, keeper of spits? Spits sowieso. Heb je bepaalde ritueel voor de wedstrijd? Ik maak altijd een kruisje als ik het veld op kom. Dus dat zit er ook al in vanaf jongs af aan. En dat doe ik ook gewoon van mijn opa, zeg maar. Dus dat is mijn ritueel. Wat zei je? Ik zeg zo, hoor je nog eens wat? Ja, ik maak altijd een kruisje voor de wedstrijd. Ik heb toen een ring gekregen van mijn oma, zeg maar. En die zei van, opa is altijd bij je, zeg maar zo. En sindsdien doe ik dat altijd, dus ja. Voorgerecht of nagerecht? Ja, natuurlijk nagerecht, hé. Lekker ijs naar binnen douwen. Lekker man, hé. Lekker cakeje, heerlijk. Ben je getrouwd? Nee, ik ben 20. Ik ben er niet getrouwd. iPhone of Samsung? Ze staat open voor alle aanzoeken. Ja, kom maar door. Merel van Dongen, die staat ook open voor alle aanzoeken. Nee, maar eentje. Ja? Daar is ze hoor. dan iPhone, ja. Ik ben een Limburger. Vier je carnaval? Nou, ja, dat deed ik wel altijd. Alleen door voetbal is het wel druk, zeg maar. Maar als ik er een dagje bij kan zijn, dan wil ik sowieso wel vieren. Iedereen zegt al, hey Merel. Ja. Wat ik de correcte antwoorden? Katje lam? Carnaval? Katje lam? Wil je laten kinderen? Ja, nou, zover is het nog niet. Maar als het erop aankomt, wil ik wel sowieso kinderen, ja. Genoeg aan je hond? Ja, ik heb al genoeg aan mijn hond eigenlijk, Guus. Dat is een groot kind. Dat is al 50 kilo, dus... Zullen jullie dan niet? Ah, ja. Ja. Nou, weer. Merel heeft echt de beste humor ooit. Ooit, ja. Nou, laatste kans voor Lin. Ja, en jullie willen Merel. Ik zie allemaal Merel. Wat is Guus voor hond? Guus is een kruising tussen Bernersennen en Sint Bernard. Dus ja. Heb je een relatie, willen ze vragen? Nou, dat is... Dan geef ik wel antwoord op zo. Nou, was gezellig allemaal. En nu komt de volgende. Doei. Oké. Nou, succes, Merel. Lin, wil je met mij trouwen? Vraagt Gian Lookup. Ja? Ja. Oeh. Dus? Oh, wat lief. Wat is hierbij je antwoord? Nee. Ze wil wel. Ik stuur je zo even het nummer toe. Ja. Oh, dit wordt niet... Nee. Oké, jongens, kom maar door met de vragen. Waar, in welk stadion zou je ooit nog een keer willen spelen? Ik zou wel een keertje in een... Kijk, ik speel bij Atletico Madrid. En daar is natuurlijk een nieuw stadion. Metro Wanda Metropolitano. En als dat vol zit met 60.000 man... Dat lijkt me wel heel mooi om daar te spelen. Wat ben ik bruin? Nou, ik ben bruin, maar dat komt natuurlijk omdat ik in Spanje voetbal. Dus ik heb een beetje geluk mee. Normaal ben ik altijd een van de witste van het team. Maar het valt mee. Hoe is het met Anna? Ja, met Anna gaat alles hartstikke goed. Voor de mensen die niet weten wie Anna is. Anna is mijn vriendin. En haar hele naam is Anna Maria Romero Moreno. En ze is Spaans. En het gaat heel goed tussen ons. Dus ik kan niet klagen, moet ik eerlijk zeggen. Misschien kijkt ze wel. Ik heb er nog niet voorbij zien komen. Maar ik heb er wel gezegd dat ik live ging. Dus wat zeg je? Ja, dat is een minpuntje dat ze nu nog niet live is. Want ik heb wel gezegd dat ik live zou gaan.
echte liefde gaat ook even kijken bij de partner natuurlijk, live. Ja, net hadden we al even discussie over friet en patat. Nou ben ik blij dat ik ook nog even de kans krijg om mijn achterban te supporten met dat het natuurlijk gewoon patat is. Dus laat Jackie maar lullen, want die heeft er geen verstand van met de friet. Wie zijn mijn beste maatjes? Steef en ik kunnen al heel veel spelletjes spelen samen. We praten veel en ondertussen ga ik ook heel veel om met Loes Geurts, maar die is helaas geblesseerd. Die heeft een hersenschudding en met Janice en met Lieke zit ik heel veel aan tafel deze week, want we mogen natuurlijk niet van tafels wisselen. Dus dat is ook hartstikke leuk en zo ga ik een beetje het hele team rond. Anna voetbalt niet meer, dus iemand die vroeg waar Anna nu voetbalt. Maar Anna is gestopt met voetballen. En dus nu ben ik de enige die nog een beetje voor wat trots kan zorgen. Nee. Wie van het team ken ik het langst? Vraag ik ook Sanne DTC. Het langste ken ik, denk ik, Lieke, denk ik. Omdat we samen bij het CTO zaten. Dat is een talententeam van de KNVB toen we 15 waren. Dus dat is al zeker meer dan 12 jaar al. Ik heb geen huisdieren. Ik heb, moet je heel eerlijk vertellen, dat ik zelf nog nooit een huisdier heb gehad. Dat is natuurlijk een beetje zielig. Maar ik wil wel graag een hond. Dus wie weet dat ik ooit wel een keer een hond krijg. Jaira vraagt of ik tegen mijn verlies kan. Nou, dat is een vrij makkelijke vraag. Dat kan ik niet. Dus daar maakt ook geregeld, als ik dan een keer verlies, iedereen gebruik van door mij een beetje te sarren daarmee. Dus dat is wel echt een van mijn weak eigenschappen. Ik kan echt niet tegen mijn verlies. Dus daarom zorg ik altijd dat ik win. Op de manier maakt niet uit. Vals spelen maakt ook niet uit. Ik probeer altijd te winnen. Allergrootste Lieke Martens fan vraagt: wat mis ik nu het meest in de coronatijd? Nou, dat lijkt me heel makkelijk. Want ik mis gewoon enorm mijn familie. Kijk, ik woon natuurlijk in Madrid en je kan daar niet zomaar heen vliegen. En normaal komt mijn familie langs of kan ik naar Nederland vliegen. Maar dat kan nu niet. Dus ik vlieg nu bijna niet. En mijn ouders ook niet. Dus ik mis gewoon heel erg mijn familie. En ik denk heel erg... ik zie dat mijn zus ook heeft gejoined. Dat is altijd... Dat betekent altijd veel plezier. Dus kom maar door met de vragen, San. Ik heb twee zussen. Een oudste zus, die heet Tessel. Die is 1,5 jaar ouder. En een tweelingzus, Sanne. En die lijkt heel veel op mij. Die moeten jullie allemaal een keer ontmoeten. En Tessel en Sanne en ik zijn eigenlijk een soort drie musketeers met z'n drietjes. Dus ik zou zeggen, het zou leuk zijn als we een keertje met z'n drieën live gingen, eerlijk gezegd. Dat zouden we eigenlijk een keer moeten doen. Wie bedenkt de dansjes? Gisteren was het met name Kika, denk ik, die de dansjes wel bedacht. Dus die kan je daarvoor zeker bedanken. Ik hoor dat Amsterdamse accent er wel doorheen zegt. Wow, so rule these. Ik heb eerlijk gezegd altijd tegen mezelf... tenminste, ik vind van mezelf dat ik heel normaal Nederlands praat zonder accent. Maar ik praat dus wel met een Amsterdamse accent. Nou ja, het zal. Nou, daar komt dan de vraag van mijn zus, Sanne. Waarom ik altijd HT'tjes heb? Nou, voor de mensen die niet weten... wat HT'tjes zijn. Ik ga er ook niet op in. Niet op in. Laat ik het zo zeggen. Het is maar goed dat ik in een warm land voetbal. Dan heb ik er veel minder last van. zijn er naast mij en Lynn nog meer tweelingen in het team? Ja. Sarina Wiegman is part of twins. Anouk Dekker is twins. Inge, dat is de psycholoog van het team, is twins. Dus we hebben hier een enorme... Hè? Ja, Lynn, maar iemand vraagt naast Lynn. Dus Lynn wil ons, ik, heel veel twins hebben we. Ik speel links centraal bij de club. En bij het Nederlands elftal word ik ook op linksback gezet. Dus linksback, links centraal, een beetje afwisselend. Tessa Eggen vraagt of Sanne nog steeds een kater heeft. Dat vind ik ook een hele leuke vraag. Dus Sanne, als je er nog bent, alsjeblieft beantwoord even deze vraag. Heb je nog een kater? Want Sanne die kan nog goed feesten. Maar
Ik daarentegen ben opposite natuurlijk van mijn tweelingzus. Wat vind je het leukste moment in je carrière als international? Ik denk dat het allerleukste was het WK vorig jaar in 2019 natuurlijk in de zomer. Dat we zo goed presteerden en dat heel Nederland achter ons stond. En dat we zo de finale haalden. Dat was voor mij is onvergetelijk. En zo'n enorme prestatie. Dat is waar je eigenlijk elke dag voor traint. En elke dag alle keuzes voor maakt. En dat je dan op een WK zo goed presteerde was. Dat zullen we allemaal nooit meer vergeten. Iemand vroeg, het gaat snel man, sorry als ik af en toe een oversla. Hanna, welk sprookjesfiguur zou je zijn? Hoe heet ook weer degene Cinderella in het Nederlands, die altijd slaapt, die heel lang heeft geslapen? Don Roosje. Want ik hou heel erg van slapen, dus dan maar 100 jaar slapen en wakker gekust worden door een prinses dan in mijn geval. Maar dat is wel wat voor mij. Heb je tips om profvoetbalster te worden? Want ik kom namelijk nog niet verder dan mijn eigen clubje. Ik ben al 14. Oh jee, Kimberly. Geen stress. Gewoon doen omdat je het leuk vindt vooral. Dat is echt het allerbelangrijkste. En als je het niet meer leuk vindt, dan hou je er maar een keer mee op. Maar als je het leuk vindt, dan zou ik gewoon alles doen wat je kan doen. Heel hard trainen. En niet zo snel opgeven. Dan kom je zo ver als dat je kan. En als dat je eigen clubje is, is dat goed. En als dat Nederlands elftal is, is dat natuurlijk ook goed. Dus... hou vooral plezier. Is het voetballen bij mijn club, Atletico Madrid, heel anders dan voetballen bij Oranje? Allereerst is het natuurlijk heel anders qua cultuur. Want ik woon en speel in Madrid. En in Madrid gaat voetbal gewoon heel anders. Het is heel technisch, heel kleine ruimtes, heel veel kleine positiespelletjes. En hier bij het Nederlands elftal doen we wat grotere ruimtes, wat meer 11-11. En is het wat directer naar de goal, zou ik willen zeggen. Dus dat is wel anders. En de taal natuurlijk heel anders. Hier kan ik eindelijk een keertje lekker Nederlands praten of Amsterdams praten. Dus dat is ook een groot verschil. Ik zie ook heel veel mensen die om Lieke vragen. De organisator zit daar. Maar ik denk niet dat Lieke nog komt. Na mij komt de altijd enerverende Lize Kop. Die kunnen jullie allerlei vragen stellen. Vooral over, vraag maar veel over de vriendje. En over wat hij heeft gedaan in de video om ons succes te wensen. In de afgelopen wedstrijd. Dat moeten jullie even vragen aan Lize Kop. En na Lize komt Sherida Spitsen. Die is natuurlijk altijd in voor een goed gesprek. Dus er komt allemaal nog hele leuke dingen aan. Lize is er al, dus die komt ook nu even haar gezicht laten zien. Die heeft helemaal speciaal voor de gelegenheid... Jullie kunnen ook nog wat aan Merel vragen, hoor. Oh. Wat dan? Oké, laat maar. Ik ben nou heel benieuwd. Heb jij nog een vraag voor mij? Of ik nog een vraag voor jou heb? Nou, wat is je allergrootste opoffering geweest om hier te staan? Wat een mooie vraag. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Nou, dat is heel simpel. Voetbal in het buitenland is gewoon heel weinig je familie en vrienden zien... Dus het is gewoon af en toe wel eens eenzaam in je eentje in je appartementje in Spanje. Dus dat is de grootste opoffering. En ik ging ook toen ik 19 was naar Amerika. Helemaal alleen. Dus dat was ook wel een enorme opoffering hoor, moet ik zeggen. Dus mooi. Heel loze, zegt Esmee. Oh, loze, ja. Leuk. Ja, dat kan gebeuren. Ik zou zeggen, jullie hebben nog één kans. Stel je vraag nu, dan beantwoord ik hem nog. En dan geef ik het stokje over aan mijn collega Lize. Dus kom maar door. Met wie lig ik het liefst op een kamer? Met mezelf. Ik heb het liefst lekker veel privacy. En niemand die aan mijn hoofd zeurt. Wie heeft na mij de meeste humor? Nou, dank je. Vind ik een leuke vraag. Daar is dan eindelijk mijn vriendin. Hè, Anna. Dat duurde even, maar dan ben je er ook. Maar na mij de beste humor. Poeh, we zijn allemaal zo grappig. Lize komt zo, die is ook enorm. Die is hilarisch. Dus absoluut. En verder, ja, dat was het denk ik. Want ik moet echt, ja, ik zou het allemaal heel graag nog willen beantwoorden. Maar volgens mij moeten we door. Dus Lize, kom maar. Ja. Kom maar. Mijn beste dance moves is altijd twerking. Maar dat terzijde. Doei, bye, adios, hasta luego, mama, besitos. Nou. Huh? Ja? Hola, hola, dan gaan we maar door op het Spaans.
Ja, la catal. Nog meer? Nee, oké. Ja, dus even wennen, jongens. Ik ben even aan het kijken hoe dit werkt. Je krijgt nog allemaal doei, 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 Merel. Ah, oké. Okay. Doei. Hoi. Hoi. Nou, Cheyenne. Oh my god. Ja, thanks Merel alvast voor wat mijn vriendje inderdaad in het filmpje heeft gedaan. Nou, dat is echt een goede vraag, want ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Ik ben nog steeds van slag ervan. Maar we kregen dus voor de wedstrijd kregen we allemaal succeswensen van vrienden, familie, noem maar op. En Simon die zet in een filmpje een oranje fiets neer en iets met een kettingzaag staat er daar. Hij doet die kettingzaag aan en zegt wat daarvoor, maar ik hoor het allemaal niet. En wat schijnt dus, hij zegt, Lise, het maakt niet uit wat ik zeg. Alles wat ik zeg is toch niet goed, dus dan doe ik maar een kettingzaag aan. Dan hoor je in ieder geval niet wat ik zeg. Hoe bedenk je het? Ja, ik weet het ook niet. Maar, ja, geniaal. Dus bedankt, Simon, als je kijkt. Als trouw supporter van mij. Welke sporten heb je buiten het voetbal nog gezeten? Ik heb echt best wel veel sporten gedaan. Ik heb ballet, maar toen was ik heel jong. Ski heb ik gedaan. Bij Ski Racing Heemskerk heb ik ook nog wedstrijden geskiet. Dus dat was echt superleuk. En ja, schaatsen vond ik ook heel leuk. Ik wilde vroeger eigenlijk altijd iedereen wust worden. Maar ik zit heel erg anders nu, dus ook oké. Hoe oud was ik toen ik begon met voetballen? Ik was eigenlijk al best wel jong. Ik begon bij de minis en toen was ik 4 jaar. Jill, welk vakantieland staat nog op mijn bucketlist? Nou, sowieso Australië, Nieuw-Zeeland. Die kant zou ik echt heel graag op willen. Ja, eigenlijk die richting op. Lise Kop fan. Waar wil je naar Ajax heen? Nou, ik moet zeggen, ik zit nu echt helemaal op mijn plek bij Ajax. Waar ik daarna heen wil, is een goede vraag. Weet ik zelf eigenlijk ook nog niet. Ik vind de Engelse competitie sowieso heel cool. En de Spaanse competitie. Dus ik denk die kant op. Maar welke club, dat is een beetje afhankelijk van ja, wat er past. Lieke Martens, vind je het niet lastig om... ik weet niet, je vraagt niet meer. Het gaat veel te snel, jongens. Sorry. Ellemieke Vos. Nou, daar komt die Moon. Ik hoop dat je online bent. Wat vind je van Moon? Moon, ja. Moon, wat vind ik van Moon? Moon vind ik echt supergezellig dat ze erbij is. Ik had nog nooit van Moon gehoord voordat ze hier kwam. Dus, nou ja, en dat ik tegen PEC speelde dit seizoen dan. Maar ik vind het echt heel leuk. Moon gaat gewoon lekker mee. Heeft lekker de babbel klaar. Dus dat is echt... gewoon gezellig en hartstikke leuk en lekker grote mond, dus geweldig. Lijkt mij wel. Sherit? Sherit is er ook. Die is mijn grote mond wel gewend. Daphne Haverkamp, hoe vond je het om weer een wedstrijd van Oranje te keepen? Ja, ik vond het echt heel leuk. Het is natuurlijk wel waar... Wat? Oké. Ik vond het echt... super leuk om weer een wedstrijd te keepen. Dit is natuurlijk waar ik echt al best wel lang op wacht. Dus als je dan eindelijk mag staan waar je ook wel hard voor traint. Dan is dat gewoon een hartstikke mooie ervaring om mee te pakken. En dan ook nog kwalificeerd voor het EK. Dus mooi kan niet. 3 is het beste nummer toch? Isa Hermsen. Ik ben ook 3, zegt ze. 3 is het mooiste nummer. Kijk jongens. Ik heb het shirt van Van der Gracht aan. Dus ja, ik dacht ik doe dit speciaal voor jullie. Want... ik als keeper heb helemaal geen oranje shirt en nu wel. Nee hoor, dank je. Tammy, heb je een gouden tip voor talentvolle keepsters? Nou, ten eerste sowieso gewoon heel veel plezier in hebben. Want ik weet van mezelf, als ik er geen plezier in heb, dan ontwikkel ik mezelf ook niet. En daarnaast echt hartstikke hard trainen en... eigenlijk er veel voor doen. En als je er gewoon hard voor traint en er plezier in hebt, dan gaat het vanzelf eigenlijk. Dat voornamelijk. Kus Bente, hoe erg baalde je van je rode kaart in Frankrijk? Nou, heel erg. Ja, tuurlijk. Dan sta je er en dan denk je, lekker, we gaan de tweede helft beginnen. En dan na 2 minuten pak je rood. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit eerder rood gepakt. Eens moet de eerste keer zijn. Dus ja, het voelde helemaal... kut eigenlijk, zoals je het zegt. Maar
Nee, het, je leert er wel weer van, dus ja. Wat is je lievelingskleur van Bent en Buinster? Nou, oranje sowieso en roze. Karin Wieringa, wat had je druk de laatste... Ja, ik ben er ook helemaal kapot van. Het was echt... dat lopen en... ik moest echt herstellen de volgende dag, want... een paar keer kon ik echt niet meer. Nee, het was hartstikke leuk. Ik heb mooi toe kunnen kijken als keeper zijn. Het was geweldig. En ik heb ook genoten van de kopbal van Sherida. Voor jullie het weten, Sherida zit hier. Sherida, ben jij echt de volgende? Ja, ik ben de volgende. Oh, nice. Gezellig. Ja, Merel liep bij mij ook al 5 minuten uit. Ik zit er net achter. Oh, die bleef maar doorgaan. Maar je mag het van mij overnemen. Ja, zeg maar hoor. Ja. Als je er klaar mee bent. Tira Lorkeers, wil je mijn naam zeggen? Tira. Ik hoop dat ik het goed zeg. Tyra, Tira. Wow. Jamie Ruben wins. Wow, oké. Okay. Is Sherida de laatste? Sherida, ben je de laatste? Ik ben de laatste, ja. Oh, Sherida is de laatste. Nou, Sherida, ik krijg al heel veel vragen voor jou. Oké, nou. Komt-ie. Jongens, ik vond het super gezellig. Hier hebben we Sherida. Daar gaan we. Sterkte allemaal met Sherida. Jullie kunnen het aan, want voordat je het weet, niet te grote mond hebben, want je wordt aangepakt. Doei. Ik lies er alles van, hoor. Ja. Nou, eens even zien. Thanks, ciao. Wat is de mooiste herinneringen? Nou, dat is wel het EK in eigen land, vind ik. Eerste natuurlijk, hoi allemaal. Nou, kom maar door met die vraagjes. Wanneer is Lieke? Lieke komt vandaag niet. Dus jullie moeten het met mij doen. Met Jens. Met Jens gaat het goed. Die brabbelt lekker veel. Die, ja, die is op het moment hartstikke lief. Dus die is mooi aan het spelen ook. Die is nu op een verjaardag, dus die vermaakt zich prima. Met Mila gaat ook goed. Mila die is lekker rustig. Die begint dan wat meer te kruipen. En ja, daar hebben we ja, niet onze handen vol aan, zeg maar. Die is gewoon lekker relaxed. Boerenkool of wat was de andere? Nou, doe dan allemaal boerenkool. Mijn betekenis van mijn tattoos, dat zijn, nou ja, deze arm staat helemaal vol met de betekenis. Op mijn rug staan mijn letters van mijn ouders. Hier staat nog eentje dat ik samen heb met mijn vrouw, die heeft een ander gedeelte. Niet haar naam, zeg maar gewoon een symbool. Hier is na regen komt zonneschijn. Nou ja, dit is wat ik zei. Dit is de naam van Jens, van Mila, nummer 8, de voetbal erop, oranje van het Nederlands elftal. Dus ja... Ik heb geen TikTok. Of in ieder geval, nee, ik heb het niet. Ik weet ook nog niet hoe het werkt, dus ik moet het nog even ondervinden. Maar je kan wel dansen. Ik kan wel dansen, ja, dat wel. Mijn lievelingskleur is blauw. Tegen welke club zou ik graag willen spelen? Nou, ik zou wel tegen Barcelona of zo willen spelen. Dat is wel leuk. Ik speel nu bij Vålerenga in Noorwegen. Hoe kom ik aan zo'n goede traptechniek? Nou, toen ik was 5 jaar toen ik begon met voetballen. En ik was altijd aan het voetballen. Ook met mijn vader achter bij ons op het veldje. En heel vaak lange ballen schieten, heel vaak pasen. Dus dat zat er ja, vanaf kleins af aan al in. Het is zeker leuk om weer te voetballen, ja. Leuk om weer bij de Oranje Leeuwinnen te zijn. Omdat ik de vorige maand natuurlijk niet was. Ja, we spelen voor ons eerst tegen Kosovo. Hebben we nog niet tegen gespeeld. Ga eens dansen. Nee, dat doen we maar niet. nou, even kijken. Ik kom uit Friesland, ik kom uit Sneek. Thuis praten wij niet Fries. Alleen mijn moeders kant die praat zeg maar Fries. Dus wij praten meer in het stadstaaltje Sneekers eigenlijk. Ik ben rechts. Mijn lievelingsroomie, nou, op dit moment hebben we geen roomies vanwege de coronaregels. Maar normaal gesproken ja, lig ik bij Janice. Wat zou je ervan vinden als ik de Champions League won? Nou, dat zou ik wel mooi vinden, dat kan nog wel op het lijstje erbij. Wie heb je allemaal laten schrikken? Oh, dat is een goede vraag. Nou, deze week heb ik er 2 heel erg laten schrikken en dat was wel mooi.
Mijn favoriete rugnummer is 8. Vertel eens over je laten schrikken van gisteren. Nou, zal ik dat even... Hi, Serien. Hi. Dan zal ik... Daar is de bondscoach, die komt er ook even bij. Nee, we waren... met z'n allen waren we waren we aan het eten. Nou ja, toen waren we natuurlijk de EK-ticket binnengehaald. En toen moet je een beetje feestje vieren. Ondanks de coronaregels en alles waar je mee te maken hebt. Nou, dan moet je wel een beetje ouwe hoeren. Dus toen liet ik gewoon 2 van de staf even schrikken. Nou ja, die zijn nog aan het bijkomen ervan. Wie is je favoriete speler? Ja, op dit moment heb ik dat niet echt. Maar toen ik kleiner was, waren Sneijder en Van der Vaart mijn favoriete spelers. Doei. Wiegman moet even. Ja, de bondscoach komt zo wel even haar gezicht laten zien, denk ik. Ja, kom er zo aan. Nee, we zien. Nou, leuk dat je ook met nummer 8 speelt. Mooi nummer, hoor. Wie is mijn voorbeeld? Nou, dat vind ik een goeie. Nieuwe kans. Kom even de bondscoach. Nou, daar is ze. Heel hard bij lachen. Hallo. Hoe is het met je gezin, Sarina, vragen ze. Ja, goed. Ik geloof dat het goed gaat met ze. Hoeveel keer kan je hoog houden? Nou, ik kan heel vaak hoog houden. Ik ging altijd rondom het huis hoog houden. Maar wat mijn record is, dat weet ik niet meer. Nou. Van het Donk, die is alweer weg. Die is denk ik op haar kamer. Ja, ik ken Janneke Vellema wel, ja. Die ken ik wel. Nemen jullie eigenlijk altijd een eigen kok mee? Ja, en die kookt echt top. Echt lekker eten. Dus daar is niks mis mee. Is het moeilijk om voetbal te combineren met de kinderen? Nee, is niet zo moeilijk, want Jolini neemt het heel erg op zich. Nee, al gekheid. Die is soms natuurlijk wel lastig, maar je krijgt er ook wel energie van. Dus dat gaat eigenlijk allemaal prima. Wij zijn nu in Zeist. Ja, wij noemen elkaar bij de voornaam inderdaad. Niet bij de achternaam. Oh, ja, hoi allemaal. Ze zwaaien allemaal naar mij. Aardig is dat, hè? Ja, hè? Mm-hmm. Jorien, ik denk dat je Jolien bedoelt. Nee, die voetbalt niet meer. Die heeft wel altijd gevoetbald. Maar nu niet meer. Wie kookt het meest, jij of Jolien? Ik denk Jolien, want die vindt het ook heel leuk om te doen. En die is ook heel gevarieerd met eten koken. Dus dat is perfect voor mij. Mijn kinderen die voetballen nog niet, want Mila is nog maar 10 maanden. En Jens is 3. Maar die schopt wel aardig wel tegen een balletje aan, maar die zit zelf nog niet op voetbal. Ja, ik kan wel een beetje Noors praten. Vivianne die is denk ik op haar kamer of beneden. Dus die is er nu ook niet. Nou. Wil je Marit, mijn vriendin, de groeten doen? Nou, Marit, de groetjes van mij. En fijne avond. Dat waren ze denk ik allemaal. Dus even zien. En nog een laatste vraag. Mijn leukste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld is toch wel de EK-finale. Dat vond ik wel de mooiste wedstrijd. Nou, tot de volgende keer. Doei doei! Ja.